Dit is een plek waar 70 jaar geleden de diakonessen van Amerongen een verpleeghuis hebben opgericht. En de diakonessen van Amerongen waren mensen van de verandering. Die geloofden dat de juiste zorg op de juiste plek nodig was. En dat verhaal dat beweegt ons vandaag nog steeds. En toen het havenziekenhuis een aantal jaar geleden gesloten werd, toen ontmoette het IJslandziekenhuis en Lady Zorg op elkaar om op deze plek de juiste zorg op de juiste plek te bieden. En dan is het niet alleen ons belief in de juiste zorg op de juiste plek, maar ook door de juiste professional. En dat zeggen wij er graag bij. Die dienstbereid, maar ook de bevlogenheid met het vak en de bevlogenheid van de professional, dat is ons belief, dat is onze kern. En daardoor gaan wij die mooie dingen met elkaar bereiken. Een van de mooiste dingen van het initiatief van wat we hier vandaag mogen openen is dat jullie begonnen zijn met een droom. Het staat letterlijk zo ook op de website. We hadden een droom om samen te werken en die droom is vandaag ook daad geworden. En dat samenwerken vanuit de ziekenhuiswereld, vanuit de wereld van de langdurige zorg, is wat mij betreft een van de antwoorden waar we de komende tijd heel veel energie in zullen moeten willen blijven steken. En waarbij het niet de vanzelfsprekendheid is dat je elkaar weet te vinden. Maar dat is hier wel gebeurd. En dat is op typisch Rotterdamse wijze gebeurd, zeg ik dan. Met opgestroopte mouwen, van dromen naar daden en samen met elkaar. En wat jullie hier met elkaar voor elkaar hebben gekregen en wat jullie voor zoveel mensen een verschil gaan maken, vind ik prachtig mensenwerk. Gefeliciteerd daarmee.